Ik ben heel erg gevoelig. Ja, dat zit een beetje in mij. Als ik een kans mis, ja, dan baal ik daar ontzettend van. Het team had zeker 3 punten nodig. Als je bekijkt naar de voorafgaande wedstrijden, dan had er zeker meer in gezeten. Ja, we moesten een beetje nog in de wedstrijd komen en kijken hoe Fortuna zeg maar speelde. We lopen in de wedstrijd, gingen steeds beter en steeds beter en we creëerden kansen. Lorenzen heeft 1-0 op zijn schoen en die maakt hem. Melvin die reageert goed. Die schiet hem goed binnen nog. Wat ik heb gedaan, heb ik wel goed gedaan. Ik heb mijn voorzet geleverd, acties gemaakt en gewoon belangrijk zijn voor het team. Dat is het belangrijkste als we maar de 3 punten pakken. Becker. Komt die knap uit. Immers. Aan de andere kant. Hooi. Lijkt er weer langs. Gaat neer. Krijgt een penalty. En ADO de kans om op 2-0 te komen. En het wordt 2-0. Via El Kayati. Ja, ik vind het in de regen spelen wel lekker. Die bal glijdt door. Melvin had goed het overzicht. Wilde met zijn linkerhak terug naar Nasser El Kayati. Daar komt 3-0 aan. El Kayati op het goede moment op de goede plek staan. Het is zijn tweede van de avond. We moesten gewoon de 3 punten pakken en dat hebben we gedaan en dat is het belangrijkste. En natuurlijk hebben we veel dingen om te verbeteren, maar dat komt wel op zijn tijd. We moesten eerst 3 punten pakken en dat hebben we gedaan. The Bright Side of Life telt even op voetbalgebied voor ADO Den Haag. Dat vanavond uiteindelijk met 3-1 wint van Fortuna Sittard.